Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op maandag 2 december. Er zijn opklaringen boven Nederland, maar er vallen ook nog wel wat buitjes die vanaf de Noordzee over het land trekken. In het zuiden is het nog vrij fris en de temperatuur ligt daar rond het vriespunt, maar in de loop van de dag gaat de temperatuur stijgen. Het wordt zo'n 5 tot 6 graden aan het eind van de ochtend en vanmiddag stijgt het kwik verder en dan wordt het 9 graden aan zee. In Limburg blijft de temperatuur enigszins achter en is het een graad of 5. Verder zijn er dus wolkenvelden en zon bij een zwakke tot matige noordwestenwind. En er valt af en toe een buitje. En dat kan ook vanavond nog gebeuren. Ook gaat de temperatuur dan weer flink dalen. Vannacht kan de temperatuur uitkomen tot rond het vriespunt. En het kan hier en daar weer mistig worden. Morgenochtend, vooral in de zuidelijke provincies en in het oosten, kan de mist hardnekkig zijn. Verder zijn er wolkenvelden en ook zonnige momenten. De temperatuur loopt op naar zo'n 5 tot 9 graden, maar in mist kan de temperatuur echt wel wat achterblijven. Woensdag en donderdag hetzelfde beeld, rustig weer, maar wel kans op mist. Bij temperaturen is zo rond de 5 graden. Vanaf vrijdag wordt het een stuk wisselvalliger. Vanuit het westen gaat het dan regenen. De aangevoerde lucht wordt wel zachter, dus de temperaturen gaan flink omhoog.